Goedenavond. Na twee pittige corona-schooljaren is vandaag een nieuw schooljaar gestart. Met iedereen weer in de klas en nog weinig mondmaskers. En nu mogen jullie mondmaskers af. Eindelijk. En wat is er positief? Dat we geen mondmaskers meer moeten dragen in de klas. Een emotionele eerste schooldag was het in Pepinster. In het rampgebied moeten ze noodoplossingen zoeken omdat verschillende scholen zijn ingestort. Aan tafel, in het begin was dat zo van, ja, dat ze daar met 3 maanden en dat ze hier met 4 maanden, maar ze mochten we eigenlijk niet verplaatsen en je kon niet bij iemand zitten en dan toch, ja, dat is gewoon in gaat dat zitten en dat is voorlopig zijn er eigenlijk, hè, om te doen. We mogen weer aan de toog hangen vanaf vandaag. Alleen dansen op café mag nog niet, al omzeilen steeds meer uitbaters dat door een achterpoortje in de regels. En de Taliban houden in Kandahar een ware militaire parade met Amerikaanse legervoertuigen die er achtergebleven zijn. De eerste dag van het nieuwe schooljaar, hij zit er alweer op en hij verliep helemaal anders dan een jaar geleden. Iedereen mag weer voltijds naar school zonder mondmaskers in de klas. En dat is wellicht een verademing voor de 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen die vanochtend opnieuw de schoolpoorten zijn binnengelopen, samen met hun 170.000 leerkrachten en ander onderwijspersoneel. Nu mogen jullie mondmaskers af. Eindelijk, hè? Eindelijk. Klastitularis Luc Verlinde van het Sint Rita College in Kontich verwelkomt zijn leerlingen graag zonder mondmasker. Ook voor de leerlingen worden de lessen aangenamer. Het is eigenlijk vooral handiger bij LO, want dat was wel vervelend. In de les maakt mij dat niet zo heel veel uit. Het blijft wel aangenamer. Dus ik zie ze nu blij zijn en lachen of boos zijn. Als er iets niet duidelijk is, de mimiek maakt heel veel duidelijk. Ik kan ingrijpen waar nodig. Dat was vorig jaar absoluut niet het geval. Ze kunnen ook weer voltijds naar school. Geen afstandsonderwijs meer. Daarvoor zag ik al amper nog mijn vrienden en zo. En ja, dat is nu wel veel leuker dat je terug met je vrienden kunt praten. Was het afstandsonderwijs iets voor jou? Nee. Nee, ook niet. Nee, zeker niet. Zeker en vast niet. Nee. Nee. Zelfverwerking is heel moeilijk voor mij. Ja, ik heb liever vragen stellen aan leerkrachten en via de computer gaat ook iets moeilijker. Ja. Voor de klas dan is mijn job en ik doe het ongelooflijk graag achter die computer. Het werkt ook volgens. Het is ook niet waar ik voor gekozen heb en wat ik graag wil doen. Om hun lesmateriaal op te pikken, moeten de leerlingen zich verplaatsen. Dan moeten de mondmaskers wel nog op. Maar dat staat de hoop op een normaal schooljaar niet in de weg. Ik hoop dat we alle activiteiten, excursies, meerdaagse excursies, dat die ook kunnen doorgaan. Het zesde jaar droomt terug van een eindejaarsreis. Wij dromen om met onze vierders naar de Hoge Venen te gaan gedurende 2 dagen. Dat die dingen echt zullen lukken, dan zijn we terug deze school op volle kracht. In de Brusselse scholen zien we een heel ander beeld, letterlijk. Brussel kleurt nog altijd rood op de coronakaart. Er zijn ook veel minder leerlingen ingeënt. In de Nederlandstalige middelbare scholen geldt de mondmaskerplicht nog. Ook leerkrachten en kinderen van het 5e en 6e leerjaar moeten nog een mondkapje dragen. Gek genoeg geldt die mondmaskerplicht niet voor de leerlingen in het Franstalige basisonderwijs in Brussel. De ministers die hebben gezegd dat de kinderen van het 5e en 6e leerjaar in Brussel wel nog altijd een mondmasker moeten dragen. Waarom is dat? Vingers in de lucht. De directeur deelt haar reserve aan mondmaskers uit. Want niet alle kinderen wisten dat ze het nieuwe schooljaar weer met mondmaskers beginnen. Ik dacht dat we dat niet meer moesten nemen, maar dus we moeten dat toch wel meenemen. Vindt u dat vervelend? Ja. Waarom? Maar het piekt een beetje op de neus en we kunnen daarin niet ademen. Ongeveer de helft van de kinderen is Franstalig. Zij hadden via de media begrepen dat mondmaskers niet meer nodig waren.
Dus we zijn er vandaag om de maatregelen terug scherp te stellen. Dus vandaar dat we nu ook wel eventjes de leerlingen terug moeten informeren wat wel en wat niet kan. De speeltijd? De speeltijd moeten we aan de mondmasker dragen. Tijdens de speeltijd is de regel, als je ver genoeg van elkaar kan blijven staan, dan mag je hem afzetten. C'est le cahier de travail. In hetzelfde gebouw is ook een Franstalige school. Dit is het vijfde leerjaar. De juf moet een masker op, maar de kinderen niet. C'est vrai que pour les enfants, ça paraît bizarre, parce que pourquoi les uns doivent porter les masques et les autres ne doivent pas le porter les masques, mais voilà, ce sont des décisions venant de plus haut, et donc ça, malheureusement, nous, on ne fait que les respecter. Alle kinderen spelen op dezelfde speelplaats en er is plaats genoeg. Ravotten zonder masker kan gerust, maar iedereen hoopt dat de regels ook binnen gaan versoepelen. Donner cours avec un masque, c'est difficile. Dès le mois d'octobre, ne plus porter le masque, plus personne porter le masque. C'est ce qu'on espère en tout cas. De eerste schooldag zit erop, ook voor de minister van Onderwijs. Welkom, Ben Weitz. Benauwd. U heeft hopelijk veel gelukkige leerlingen en ook leerkrachten gezien vandaag. Maar ja, misschien zijn er ook een paar die met zorgen bij u zijn langsgekomen. Waarover gaan die zorgen dan bij de leerkrachten? Wat mij betreft was het alleszins mijn allermooiste 1 september ooit. Maar inderdaad, er zijn nog natuurlijk wel wat problemen. Er zijn nu wel verlost, onder andere van die mondmaskerplicht. Op enkele uitzondering spijt ik genoeg na. Maar daarnaast hebben we wel wat problemen in ons onderwijs die dat we nu hopelijk kunnen aanpakken in plaats van altijd maar te blijven focussen op die coronamaatregelen. Ik denk dan in eerste plaats aan de onderwijskwaliteit en aan het lerarentekort. Ja. U stelt oplossingen voor om dat lerarentekort aan te pakken, onder andere met zij-instromers. Ja. Het probleem is natuurlijk dat ook heel veel mensen die in het onderwijs terechtkomen daar ook snel weer weg zijn. Ik heb hier een cijfer. 37% van de startende leraren in het secundair onderwijs is binnen de 5 jaar weer weg. Dat is juist. Dus het komt er niet alleen op aan om ze in het onderwijs te krijgen, maar daar ook te houden natuurlijk. Wat gaat u daar aan doen? Dat is juist. Dat kunnen we niet langer aanvaarden, dat er binnen dat in de eerste 5 jaar zoveel mensen gaan uitstromen. Daarom gaan we 2 maatregelen invoeren. 1, gaan we zorgen voor een betere aanvangsbegeleiding. Namelijk, die leerkrachten voelen zich soms in de eerste jaren een beetje aan hun lot overgelaten en dreigen dan wel eens op te stappen uit dat onderwijs. Dus meer coachen, meer begeleiden in de scholen zelf. Daarnaast ook de zogenaamde vaste benoeming. We maken het mogelijk dat de goede, talentvolle leerkrachten, dat we die sneller rechtszekerheid kunnen bieden, jobzekerheid kunnen bieden en dus sneller kunnen vastbenoemen, zelfs al na 1 jaar. Een directeur van een Nederlandstalige school in Brussel die haalt nog iets anders aan. Laten we eens kijken. Het is op zich goed dat er extra uren worden geïnvesteerd om de leerachterstand weg te werken. Maar in Brussel heeft dat het omgekeerde effect. Doordat er veel uren bijgecreëerd worden, kunnen onze leerkrachten veel dichter in hun eigen regio werken en krijgen wij heel weinig nieuwe leerkrachten. Ik denk dus dat het een zaak is om echt in te zetten op een positieve beeldvorming van de leerkracht in een hoofdstedelijke context. Ja, er kunnen meer leerkrachten aangeworven worden om de achterstand van de leerlingen bij te halen. Maar tegelijkertijd zorgt dat blijkbaar in heel wat grootsteden, met name ook Nederlandstalig onderwijs in Brussel, dat men nog minder leerkrachten vindt dan ervoor. U heeft 1 oplossing aangeboden, maar een ander probleem gecreëerd. Nee, het is natuurlijk niet. Hij moet niet zien in termen van een concurrentie. We moeten zorgen voor een positievere beeldvorming van alle leerkrachten in Brussel en daarbuiten, in heel Vlaanderen. En daar moeten we aan werken. Daar hebben we ook concrete maatregelen voor. Bijvoorbeeld op vlak van de lerarenopleiding. Dat we toch ook zeggen, we moeten daar een beetje meer ambitie hebben. De lat een beetje hoger leggen. Ervoor zorgen dat we die perceptie gaan bestrijden aan de lerarenopleiding. Dat is die opleiding die je volgt nadat je andere opleidingen, dat je daar gefaald hebt. En gaat dat garanderen dat er meer mensen naar het onderwijs maar komen? Er is niet 1 alleen zaligmakende oplossing. Er zijn verschillende maatregelen nodig. Net zoals de arbeidsvoorwaarden. We zijn nu bezig aan sociale onderhandelingen. En waarbij dat we ook echt ervoor willen zorgen dat de arbeidsvoorwaarden verbeteren. We spreken dan over een betere fietsvergoeding en internetvergoeding. Ervoor zorgen dat de digisprong die vandaag van start is gegaan, waarbij de scholen 2 jaar de tijd hebben om een digitale golf te realiseren in ons onderwijs, met laptops, met geschoolde leerkrachten. Wel, dat ook de leerkrachten zelf digitaal geëquipeerd zijn, dat die ook kunnen beschikken over een ICT-toestel. Dus dat zijn allemaal maatregelen, maar er is niet 1 silver bullet maatregel die alles zal oplossen. Verschillende maatregelen, maar ook de verbetering van de waardering, de appreciatie voor de leerkrachten, want ze verdienen die. Het zal een mix zijn die nodig is. Nog even over corona. In cafés en op restaurants
Zijn CO2-meters verplicht? In de klassen niet? Mm-hmm. Veel mensen begrijpen dat niet. Wel, wij hebben natuurlijk preventieadviseurs waarbij dat die hun taak is om lokaal na te gaan of dat de klaslokalen veilig zijn. Vooraf maken die altijd hun werk en die kunnen beperkingen opleggen. Die kunnen zeggen van kijk, hier moet de CO2-meter komen of hier moet de capaciteit beperkt worden. Hier mogen maar maximum zoveel leerlingen of hier moet zelfs een mondmasker gedragen worden. Dus altijd een lokale oplossing voor een lokaal probleem. Alle 100.000 klaslokalen in Vlaanderen, zelfs daar waar het niet nodig is, waar bijvoorbeeld mechanische ventilatie is, daar gaan verplichten van zo'n meter te gaan hanteren als het niet nodig is. Dat lijkt mij een beetje gek. En toch blijkt uit een onderzoek van 3 CD&V-parlementsleden dat maar liefst 40% van de scholen totaal geen idee heeft van de luchtkwaliteit in de klas. Wel, daarvoor zijn die preventieadviseurs er ook. Maar die kunnen toch niet alles doen? Die kunnen toch niet elke dag in die klassen gaan staan? Nee, maar die preventieadviseurs die gaan op voorhand zich vergewissen van de veiligheidstoestand in de klaslokalen in heel Vlaanderen, in de scholen waarvoor ze verantwoordelijk, waarvoor ze bevoegd zijn. Dat is ook hun job. En wij hebben vertrouwen, want die hebben ervoor gezorgd dat in de vorige gaande schooljaren dat het ook veilig werd georganiseerd. Iedereen was er tevreden over. Laat ons dat vertrouwen toch behouden. In plaats van te zeggen met regels en verplichtingen en alles en iedereen gelijk. Nee, lokale problemen moeten lokaal opgelost worden. Oké. Okay. De nieuwe eindtermen die lagen moeilijk voor het katholiek onderwijs. Ja. Er is nu voorlopig beslist om die eindtermen niet op te schorten. Dus die gaan door. Maar er is eigenlijk nog geen uitspraak ten gronde door het Grondwettelijk Hof. Ja. Is er nu een risico dat binnen een paar maanden die eindtermen toch weer overhoop gehaald worden en dat het chaos is in een paar scholen? Ja, maar je moet natuurlijk niet omdraaien. Het is eigenlijk zo, die eindtermen zijn goedgekeurd door een voltallig Vlaams parlement en die zijn eigenlijk het werkstuk van het hele onderwijsveld, zowel van het onderwijsgroep Hof moet er zich nog van de experten als he? Van de leerkrachten. En het staat een ieder vrij om na elke beslissing van een parlement altijd juridisch verhaal te halen bij bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof. Men heeft eerst de schorsing gevraagd van die eindtermen. Dat hebben wij gewonnen. Nu is er nog de kwestie van de procedure te gronden. Maar ondertussen zijn die eindtermen wel van toepassing. En dus het is geen omgekeerde wereld. Het is spijtig dat die procedure gevoerd wordt. Maar goed, één ieder heeft dat recht. Maar ik vind het onze plicht om, gelet op de talende onderwijskwaliteit, om de lat hoger te leggen. En dus met eindtermen die ook wat strikter zijn, die ambitieuzer zijn. Dank u wel. Nee, de minister, voor de komst. Dank u. Straks nog wat taferelen uit het kleuteronderwijs met de moeilijke momenten van het allereerste afscheid aan de schoolpoort. Maar eerst naar een plek waar de eerste schooldag ook bijzonder emotioneel is verlopen. Pippa en Stijr met name. Daar hebben heel wat leerkrachten en leerlingen afscheid moeten nemen van hun school. Je suis extrêmement ému. Voilà. J'étais enseignante ici. Il y a 40 ans. J'ai fait mes primaires, mes maternelles ici. Et voilà, je suis très émue, simplement. Eén gebouw van de basisschool raakte bij de overstromingen midden juli zo zwaar beschadigd dat het moet afgebroken worden. Leerlingen en leerkrachten moeten verhuizen naar een andere vestiging van de school, maar ze wilden eerst afscheid nemen van hun vertrouwde plek, waar nu haast niks meer van over is. Veel lachende gezichten bij leerlingen en hun ouders. Ze zijn dan ook blij dat het schooljaar toch op 1 september kan beginnen. Het is een ongewone zomervakantie geweest. Veel gezinnen zijn getroffen door de overstromingen. On vit quand même dans une caravane dans le fond de notre jardin. Vivre dans les conditions comme ils vivent à la maison, ça va pas non plus. Donc ici au moins ils sont entourés avec leurs petits copains. Il était temps que les enfants retrouvent un petit peu leur classe pour se changer un petit peu les idées avec les inondations qu'on a eues ici. Ça leur fait du bien, je crois, oui. Ook de leerkrachten zijn heel enthousiast om opnieuw voor de klas te kunnen staan. On a eu beaucoup de travail parce qu'on a perdu énormément. Les classes ont été complètement inondées, on n'a récupéré aucun matériel. Mais le plus important, ça a été de créer ensemble une nouvelle dynamique pour entourer les enfants le mieux possible. Al wordt het de eerste weken wat behelpen en vooral extra ruimte creëren voor 90 leerlingen van een andere school die naar hier verhuizen. Au rez-de-chaussée, il y avait mon bureau juste ici derrière, juste à côté le secrétariat et puis la salle des professeurs. Et comme c'était un bâtiment qui était dans un moins bon état, on a préféré le démolir pour y installer alors les modules classe qui vont nous permettre de remettre les élèves qui étaient à l'école de la Providence. Want dat schoolgebouw ligt net naast de Vesder en liep zware schade op bij de overstromingen. Het zal gesloopt worden.
Alle leerlingen en leerkrachten komen nog één keer naar het oude schoolgebouw om er afscheid van te nemen. Ze versieren houten panelen met verf en mooie herinneringen om daarna de ramen van het gebouw voorgoed dicht te maken. On pourrait trouver que ce soit bien pour reconstruire une nouvelle après, mais sinon on n'aime pas. Je suis déjà dans l'école depuis la première maternelle. J'avais tous mes potes et tout ça, j'avais mes classes, j'avais tout ce qu'il me fallait là. Sommige kinderen gingen vanochtend naar een nieuwe school en moeten dus een nieuwe route afleggen. Tenminste wanneer ze zelf met de fiets gaan of te voet. Dat betekent ook extra opletten. Vorige week overleden in Antwerpen nog twee kinderen bij een ongeluk met een vrachtwagen. Veel ouders reden vandaag dan ook mee naar de school om goed uit te leggen waar de gevaren schuilen. Wauw. Doe gewoon, papa. Goed gemutst en goed gehelmd vertrekken Juliette en papa Johan op pad richting het eerste middelbaar. Dag. Dag. Het is een route van 3 kilometer met de fiets naar het Antwerpse Berchem. Juliette weet waar ze op moet letten. Vooral op de trams. Als die hier langskomen, dan moet je goed stoppen. Want soms komt er een auto voorbij en dan zie je die niet. Maar die kunnen wel van links of van rechts komen. Ja, doe maar. Er komen wel auto's aan, hè. De ouders van Juliette oefenden de route al enkele keren en zochten er de veiligste uit. Het ongeval van vorige week blijft nazinderen. Je bent altijd blij als je ze s'avonds terugziet. En natuurlijk als er zo van die artikels of nieuwsberichten verschijnen van twee zusjes doodgereden op een voetpad, dan krimpt je hart ineen. Hè? Maar dat risico is er in de stad altijd. Ook aan de schoolpoort veel meefietsende ouders voor de eerste dag. Sommigen met een bang hart, anderen zijn er geruster op. Ze hebben ervaring in het verkeer. En ik denk dat het overwegend in Antwerpen wel veilig is. Op zich heeft mijn zoon een veilige route, want het is bijna altijd fietspad. Maar bijna elk kruispunt is een conflictkruispunt. Dus ik houd toch mijn hart vast. De auto's die rijden maar door. Die hebben prachtige wegen gekregen. Fietspaden hebben prachtige fietspaden gekregen. Maar bij de kruispunten klopt het niet. En er zijn er zoveel. Het is te veel om op te noemen. Vandaag raakte iedereen hier veilig op school. Klaar voor de nieuwe start. Doet dat goed? Ik ben trots. Waar moet nu de fiets? Hier naar binnen, denk ik. Moet je daar maar vragen. Hallo. Waar moet ik mijn fiets parkeren? Oké, dank u wel. Het is wel geweest. Ik ben blij dat we terug geen uren meer van oei, we moeten sluiten, 20 man van het terras zetten. Dat is niet plezant. Allee. Dan kunnen we terug doen wat we altijd gedaan hebben en als café doen. Hè. U merkt het, de opluchting is groot. Een café of restaurant openhouden of er klant zijn, het kan weer bijna net zoals voor corona. Bijna alle coronamaatregelen zijn verdwenen. Alleen de mondmaskers blijven nog voor wie zich verplaatst. Personeel en bezoekers. In Vlaanderen komt het Rijk der Vrijheid in zicht dus. In Brussel blijven de coronamaatregelen voorlopig nog gelden. Vloerstickers die aangeven hoeveel afstand je moet houden, zijn niet meer nodig. Vanaf vandaag kan je weer vrij bewegen op restaurant. Tussen tafels die wat dichter bij elkaar staan, waar je met zoveel mensen als je wil aan kan zitten. Frietjes. Wil je nog graag iets drinken? Gasten zitten op hun gemak en krijgen ook weer een menukaart in de hand. De meesten vinden dat leuk. Ze hebben nog altijd graag een menukaart. Ook de wijnkaart, waar ze rustig in kunnen bladeren. En het is ook wel voor ons leuk om een menukaart te geven. Toch wel iets persoonlijk dan die QR-code die je dan op tafel legt. Alleen de mondmaskers zijn nog verplicht en dat maakt het lastig om mensen hartelijk te ontvangen. Je moet het aan de lichaamshouding zien, in je stem horen. En als je wilt lachen, moet ze heel hard lachen dat ze de fonkel in je ogen zien. Dat je blij bent dat ze er zijn en dat je, ja, dat je ze kunt bedienen. Kom maar zitten waar je aan zit, waar je vroeger zat. Ook in het sportlokaal zijn ze blij dat de stamgasten weer aan de toog kunnen hangen. Dat hebben ze enorm gemist. We hebben normaal gezien allemaal een veer of vast plekje en zoiets. Ja. En zo'n paar op de stoel zitten, dat is toch niks voor mij. Vanaf dit weekend verwachten ze dat het hier weer volle bak is. Maar met de coronaregels die blijven, heeft de cafébazin het moeilijk. Aan een toe, volgens mij, want altijd het gezeverd en gepalaverd.
Je mag in elkaars nek gaan hangen, hè. Maar als je naar het toilet gaat en ik moet daar nog een mondmasker opzetten, ik vind het echt niet logisch. Ik vind dat niet meer logisch. De pinten lopen vlot vol en kunnen tot diep in de nacht getapt worden. Ja, en wat nog niet mag, is dansen op café of in de discotheek. Behalve wanneer het gaat om een privé-evenement. En steeds meer cafés en discotheken organiseren daarom zo'n privé-evenement. Op die manier mogen tot 200 mensen toch binnen gaan dansen. Nochtans mogen discotheken eigenlijk pas vanaf 1 oktober hun normale activiteit weer opstarten. De lichtinstallatie wordt getest, want die stond anderhalf jaar lang stil. En alle meubels krijgen een sopje. Morgen is de grote dag voor discotheek Red & Blue. Noordien verwacht 200 man op de dansvloer. Mensen die hij zelf uitgenodigd heeft. Je wordt uitgenodigd en dan moeten we een stap zitten en een mailtje sturen naar de zaak. En dan krijg je een antwoord of dat het toegelaten is, ja of nee. Ja. Het is ook 18 plus. Minderjarigen mogen hier niet binnen. Het is ook een beperkt aantal personen die hier binnen mogen. Alleen wie groen krijgt op de COVID-safe-app is welkom. En dat gaat hij controleren. En dan zie ik als ze groen heeft. De namen erbij. Dus, ja. En dan moeten ze dat paspoort ook laten zien en kunnen verifiëren dat het dezelfde persoon is. Discotheken mogen pas open op 1 oktober als alles goed gaat. Maar als privé-evenement mag een dansfeest wel. En deze zaal heeft een vergunning voor evenementen. Wat ik doe is legaal. Waarom? Omdat wij een evenement gaan organiseren. En effectief, we hebben een aanvraag ingediend voor 200 man. En dat is goedgekeurd door de stad. Dus op zich doe ik niks verkeerd. In de Gentse studentenbuurt de Overpoort waren er de voorbije dagen ook al zulke privéfeesten binnen in cafés. Mij lijkt het geen achterpoortje, want het staat er duidelijk in hoe het werkt. Dus ik vind het geen achterpoort, het is gewoon de wet die we volgen. En eigenlijk wat wij ook willen doen is oproepen naar de stad en naar iedereen. Wij willen ons constructief en positief opstellen tegen iedereen en samenwerken. De cafés roepen de overheid op om feesten met een COVID-safe-ticket toe te laten vanaf 20 september, bij de start van het academiejaar. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde laat weten dat kleine bijeenkomsten met dansen inderdaad mogelijk zijn volgens het ministerieel besluit. Maar benadrukt wel dat dat duidelijk bedoeld is voor privé bijeenkomsten. En dat het geen vrijgeleide is om de inspanningen die we tot nog toe allemaal geleverd hebben teniet te doen. De kustgemeente De Pannen wisselt al voor de tweede keer in 2 weken tijd van burgemeester. Aanleiding is een nieuwe Vlaamse wet die coalitiewissels makkelijker maakt. Burgemeester Bram de Griek verloor eerst zijn sjerp door een alternatieve meerderheid, maar ondertussen is die weer afgebrokkeld en is de Griek terug. Al blijft zijn positie wankel. Hij beschikt eigenlijk niet over een echte meerderheid. We keren eerst 2 weken terug. 4 kondigde Anne van Heste aan dat zij de nieuwe burgemeester is met een nieuwe meerderheid dankzij 2 overlopers. Maar een van hen kondigde gisteren aan dat hij ontslag neemt. Hij wordt vervangen door een getrouwe van de vroegere burgemeester Bram de Griek, die we vandaag weer aan het werk zien in het gemeentehuis. Maar zijn positie is wankel, hij heeft eigenlijk te weinig zetels. Eigenlijk zijn we met 10 op 21. En je zou zeggen, rekenkundig, jullie hebben een probleem. Maar we weten ook heel goed dat we op heel veel medewerking kunnen rekenen van individuele raadsleden. Maar dat blijft toch onzeker. Bovendien moet die schepen Verbrugge aan boord houden. Ook al liep zij 2 weken geleden over naar de tegenstander. Maar Verbrugge is de enige verkozen van N-VA. Hij heeft haar nodig. Dus uiteindelijk iemand die op een ander gaan vrijen is, maar toch nog thuis komt slapen. En dat is een vreemd verhaal. Vandaar ook dat wij, en ik herhaal het, ook haar ontslag vragen. Maar zij moet dat zelf doen. Zij moet zelf de eer aan zichzelf houden. En de beslissing hoort haar of haar partij toe. Dit spel met meerderheden en minderheden wordt vergemakkelijkt door een nieuw Vlaams decreet. Toch vindt de Griek dit geen slechte wet. Men heeft ervoor gekozen om de lokale gemeenteraden meer daadkracht te geven. Dus eigenlijk op een week tijd kun je een bestuur buiten bonjouren en opnieuw beginnen. Dat decreet is goed. Maar hier in De Pannen is dat decreet verkracht geweest om ons buiten te kunnen shotten. Noem man en paard. Welke partijen zitten hierachter? Vooruit CD&V en N-VA. Maar is dat wel zo? Want in Blankenbergen zijn CD&V en N-VA dan weer verliezers van nog een coalitiewissel. Ook onder impuls van het nieuwe decreet. Dan naar Afghanistan.
Maar de Taliban vandaag een militaire parade georganiseerd hebben om naar eigen zeggen de overwinning tegen de Verenigde Staten te vieren. De parade vond plaats in de stad Kandahar in het zuiden van het land. En op beelden zijn onder meer Amerikaanse legervoertuigen te zien die de Taliban buitgemaakt zouden hebben. Het zijn bijzondere beelden. En de Amerikaanse president Joe Biden die verdedigt intussen nog eens zijn beslissing om een einde te maken aan de oorlog in Afghanistan. Zowel in het binnenland als in het buitenland had Biden veel kritiek gekregen. Tijdens een toespraak gisteravond heeft hij omstandig uitgelegd waarom hij vindt dat die beslissing de juiste was. Met het vertrek van de laatste lichting Amerikaanse soldaten is er een eind gekomen aan de langste oorlog uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. 20 jaar heeft die geduurd en hij was niet langer in het belang van de Verenigde Staten, meent Biden. I simply do not believe that the safety and security of America is enhanced by continuing to deploy thousands of American troops and spending billions of dollars a year in Afghanistan. Hij stak de soldaten en diplomaten een pluim op de hoed omdat die zich de voorbije weken hebben ingezet voor de evacuatie van 120.000 vluchtelingen uit Afghanistan. For weeks, they risked their lives to get American citizens, Afghans who helped us, citizens of our allies and partners and others on board planes and out of the country. And they did it facing a crush of enormous crowds seeking to leave the country. En voor ISK, de Afghaanse tak van IS, die verantwoordelijk is voor de aanslag vorige week op de luchthaven van Kabul, heeft Biden één boodschap. And to ISIS-K, we are not done with you yet. As commander-in-chief, I firmly believe the best path to guard our safety and our security lies in a tough, unforgiving, targeted, precise strategy that goes after terror where it is today, not where it was 2 decades ago. That's what's in our national interest. Na de doortocht van de orkaan Ida, ook in de Verenigde Staten, heeft de burgemeester van New Orleans de avondklok ingesteld. Honderdduizenden mensen in de stad zitten zonder stroom. En zonder verlichting is het moeilijker om plunderingen en andere criminaliteit tegen te gaan. Het is nu ook bijzonder warm in de regio, moeilijk vol te houden zonder airco. Er zijn intussen 5 doden geteld. En dan komen we terug naar bij ons. Want op deze 1 september openen ook gloednieuwe scholen, zoals de Infrabel Academy in Sint-Jans-Molenbeek. Het gaat om de eerste spoorschool van ons land. Ze biedt bijna 300 opleidingen aan die, u raadt het al, allemaal te maken hebben met de spoorwegen. 7500 vierkante meter buitenruimte en bijna 9000 vierkante meter binnenruimte, waar zowat elke spoorsituatie kan nagebootst en ingeoefend worden. Dat is in een notendop de Infrabel Academy die vandaag officieel is geopend. Je zou dit de Universiteit van het Spoor kunnen noemen. We noemen het zelf een spoorschool en het is eigenlijk een opleidingscentrum waarin we nieuwe mensen die we aanwerven ja, alle knepen van het vak leren om aan het spoor te kunnen werken. Het is ook voor collega's die al jaar en dag bijvoorbeeld bij Infrabel aan de slag zijn. Je kan hier onder meer leren sporen leggen en bovenleidingen herstellen, maar met een 3D-simulator ook worden opgeleid tot schildwacht. Iemand die collega's waarschuwt bij spoorwerkzaamheden, hoe middeleeuws dat ook mag klinken. Ik wil een job in verband met safety. Als ik was vroeger een air stewardess en voor mij safety was altijd een interesse voor mij. We zijn hier voor onze collega's om zeker te zijn dat de veiligheid is altijd present, beschikbaar. We zoeken heel veel mensen. Op jaarbasis ongeveer een 700 à 800 vacatures hebben wij altijd openstaan. Voor dit jaar, voor de rest van 2021, zoeken we specifiek nog 350 nieuwe collega's om te kunnen aanwerven. Bij het spoor lijk je dus verzekerd van een job. Als verkeersleider bijvoorbeeld. Welk spoor ga je zeker niet kiezen? Ten 3. Ah, ja. Waarom niet?
Omdat dat een doorgaand hoofdspoor is. Voilà. Iemand die aan de sporen werkt, moet kunnen communiceren met iemand die in het ziekenhuis werkt, omdat die moeten kunnen zeggen of het veilig is. Dus die mensen zitten hier ook vlak bij elkaar. Er zijn ook ramen. Je kan naar buiten kijken, naar de buitenopstellingen waar de mensen aan de sporen werken. En binnen zijn de mensen van het ziekenhuis bezig. Dus die kruisbestuiving is heel erg belangrijk. Over naar sportnieuws, Katrien. De Rode Duivels komen binnenkort in actie en ze zijn geland in Estland. Ja, vanochtend zijn ze naar Tallinn afgereisd, Wim. Morgenavond spelen de Rode Duivels in Tallinn tegen Estland hun vierde kwalificatiewedstrijd voor de Wereldbeker. En daarmee pikken ze de draad weer op na hun ontgoochelende EK. De Belgen staan in hun WK-voorronde groep met 7-9 aan de leiding. De verplaatsing naar Estland zou hen weer 3 punten moeten opleveren, ook al wordt de lijst met afwezigen erg lang. Tallinn in Estland, nummer 110 op de wereldranglijst. 2 maanden na het EK is het tijd om de ontgoocheling door te spoelen. It's important that we perform well tomorrow, and the reality is that we need to improve what we did in the Euros, and the only way to do that is reacting quickly on the pitch and opening competition for places. Alle ogen zullen ook hier in Tallinn weer gericht zijn op Eden Hazard, zeker na zijn pover EK en de moeizame start bij Real. En plots was het eventueel stoppen als international een thema na Qatar. J'ai été blessé, ça a été difficile, ça a été une période assez compliquée. Et le fait de me dire que... En fait, c'est même pas me dire que je vais arrêter. En fait, je sais pas. Mais c'est une réflexion que je me poserai quand on arrivera au Qatar, comment ça va se passer. L'équipe qui sera là, parce que c'est dans 1 an et demi, ce sera peut-être pas la même équipe qu'aujourd'hui. België mist voor deze 3 interlands belangrijke basisspelers zoals De Bruyne, broer Thorgan Hazard, Vermaelen, Mertens en ook Doku. Vertonghen en Meunier die spelen zeker niet morgen. De kans dus voor enkele nieuwe namen. I feel that new players are new in terms of minutes on the pitch, but not in what's needed to play for a national team. Om middernacht is de transfermarkt dichtgegaan. En opvallend, deze zomer is er door de Belgische clubs behoorlijk veel geld uitgegeven. Een 120 miljoen euro in totaal. Vooral de landskampioen Club Brugge en het ambitieuze Antwerp hebben hoge bedragen aan nieuwe spelers besteed. Onze voetbalspecialist Peter van den Bemt beoordeelt de versterkingen. Het waren vooral de topclubs die bedrijvig opvielen. Club Brugge maakte gisteren nog plaats voor Jack Hendry. José Izquierdo, de gouden schoen van 2016, is terug. Genk is versterkt met de creatieve Trezor en doelpuntenmaker Ike Ugbo. Benito Raman, ex-Antwerp-verdediger Wesley Hood en de Zweeds international Christopher Olsson zijn nu van Anderlecht. En Antwerp had al onder meer Raja Nainggolan aangekocht. Gisteren kwam het nog met spits Ali Samata op de proppen. Als je kijkt naar wat clubs hebben gedaan, dan denk ik dat Antwerpen toch de grootste inspanning heeft gedaan en misschien wel de grootste kwaliteitsinjectie heeft gekregen. Ook Club Brugge heeft de kern verbreed, heeft een oplossing gezocht voor het probleem op de flanken en heeft de concurrentie centraal op het middenveld, zal ik maar zeggen, vergroot. Ook Anderlecht heeft een betere ploeg wat mij betreft dan vorig jaar, waar vaak de jeugd als het excuus kon worden gebruikt, is er nu toch ook een kwaliteitsinjectie gekomen. En ook Racing Genk heeft in principe een stap vooruit gezet met een paar heel goede transfers, maar vooral alles sterkhouders van vorig jaar zijn gebleven. Dus in principe, op papier, moet ook Racing Genk een betere ploeg hebben en beter kunnen presteren dan vorig jaar. Maar vooral Antwerp was alomtegenwoordig. Sportief directeur Luciano D'Onofrio vertrok en eigenaar Paul Gijsens ging agressief en ambitieus de markt op. Het is opvallend dat Antwerp vooral heeft geïnvesteerd met hoge transfersommen. Hij wil de kloof met Club Brugge dichten. Hij wil kampioen worden. En tegelijkertijd speelt er op de achtergrond toch ook, denk ik, aan Luciano D'Onofrio, met wie de verhouding toch een beetje verstoord is, laten zien van ik kan het ook zonder jou. Kijk eens hoe wij nu in het post-Luciano D'Onofrio jaar misschien wel kampioen worden. En dan wielrennen. In de 3e rit van de Benelux Tour werd er een massaspurt verwacht, maar heeft er een vluchtstand gehouden. De zege was voor Taco van der Hoorn. Vanochtend stond Remco Evenepoel toch weer aan de start. Zijn maagproblemen zijn beter, hij wil blijven om zijn ploeg te helpen en hij doet dat ook meteen. Evenepoel houdt het tempo hoog in de achtervolging op 5 koplopers. Maar in de vrij technische finale in Hogerheide komt het peloton te laat. De Nederlander Taco van der Hoorn is sneller dan zijn medevluchters. Hij verraste in de Giro al met een ritoverwinning en doet het weer. Stefan Bissiger blijft leider.
In de Ronde van Spanje heeft Primoz Roglic een grote stap gezet naar een derde eindzege op een rij. De Sloveen heeft de rode trui heroverd in een geanimeerde en zware etappe. Roglic won op Lagos de Covadonga, solo. Toen op 60 kilometer van de finish Egan Bernal aanviel, kon alleen Roglic mee. En op de mythische slotklim liet Roglic zijn rivaal achter. De finale van deze bergrit wordt al heel vroeg geopend. Bernal, dat is vroeg. Roglic die volgt nog 60 kilometer. Ja, dat is nog ver. Dat is durven. Met z'n tweeën zijn ze op pad in het natte Spanje. En dan is het duidelijk, Eiking moet zijn rode trui afstaan. Zeker wanneer hij in de afdaling ook nog onderuit gaat. Roglic en vooral Bernal geven veel in de vallei op weg naar Lagos de Covadonga. Dat is de lastige slotklim van ruim 12 kilometer. Met zo'n anderhalve minuut voorsprong beginnen ze eraan. Bergop geeft Roglic de beste indruk. En dat wordt op 7,5 kilometer van de finish bevestigd. Ja, 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 het is aan het gebeuren. Ja, ja. Het is aan het gebeuren. Roglic trekt de Vuelta nu helemaal naar zich toe. Bernal moet passen en zal uiteindelijk zevende worden. Roglic komt niet meer in de problemen en rijdt solo naar zijn derde ritzege in deze Vuelta. Als je het mij vraagt, is dit de strafste solo die al uit zijn benen geschud heeft. Omdat hij hem niet alleen deze etappewinst oplevert, maar ook nog eens een hernieuwde eerste plaats in het klassement. Zijn ploegmaat Kuss finisht als tweede, Lopez is derde. Primoz Roglic mag het podium op voor de rode leiderstrui. Zijn voorsprong op de nummer 2 in het klassement Mas bedraagt bijna 2,5 minuut. It's never big enough, but yeah, it's nice. We deserve it. And yeah, no matter what, tomorrow is then a real queen stage coming. So yeah, we'll see if we'll be enough then after tomorrow. Wij zullen het volgen op 1. Geen medailles voor de Belgen vandaag op de Paralympische Spelen. Handbiker Jonas van de Stenen heeft net naast het brons gegrepen in de wegrit. Hij eindigde op de meest ondankbare plaats, de 4e. Het goud is voor de Nederlander Jetse Plat. Van de Stenen is tevreden over zijn prestatie. De koersomstandigheden waren lastig. Het weer in Tokio is slecht. Plots heel andere weersomstandigheden in Japan. Het is vandaag kil en mistig voor de wedstrijd van Jonas van de Stenen. 5 jaar geleden brons op de teamaflossing en gisteren in de tijdrit wel pas 9e. Maar vandaag rijdt van de Stenen een knappe race over bijna 80 kilometer. De Nederlander Plat en de Oostenrijker Frühwirth breken de koers open en lopen een minuut uit. In de achtervolging Jonas van de Stenen in het spoor van een Zwitser en nog een Oostenrijker. Van de Stenen heeft het lastig en moet bergop lossen. Maar de atleet uit Saffelaren is een doorbijter en komt weer aansluiten. En op 15 kilometer van het einde rijdt Van de Stenen samen met de Oostenrijker Gritsch voor het brons. De Nederlander Plat was voor iedereen veel te sterk. Hij wordt Paralympisch kampioen. De Oostenrijker Frühwirth is tweede en voor plaats 3 komt Van de Stenen net tekort tegen een andere Oostenrijker. Hij wordt 4e. Als ik eerlijk ben op parcours zoveel hoogtemeter dat vandaag echt mijn het hoogst haalbaar was. Ik denk dat ik voor mijn eigen echt content mag zijn met de vermogens dat ik doe. Mijn tijd op een ander parcours komt nog. Jammer genoeg is vandaag niet. Een 4e plaats is dan mijn tandste plaats, maar toch mag ik content zijn. Eigenlijk mogen ze een nieuw kleur kunnen vinden en nog een medaille bij. Ja, hij is er blij mee. Straks meer over de dag van de Belgen in ons Paralympisch magazine, Wim, om 10:40 op 1. En er kunnen niet elke dag medailles verdiend worden. Zo is het eenmaal. Dank je wel, Katrien. We begonnen met de eerste schooldag en we eindigen daar ook mee. Voor kleuters is de allereerste schooldag, meer nog dan voor andere kinderen, een moeilijk moment. En ook voor hun ouders is dat zo. Hoe vang je dat dan op als leerkracht? Verleng je het afscheid door de ouders in de klas toe te laten in de hoop dat dat het leed wat verzacht? Of kies je daarentegen voor de korte pijn, buiten aan de schoolpoort? We gingen kijken in het Kleurpalet, een basisschool in de Brugse binnenstad. 1, 2, 3, Het lukt soms niet altijd meteen, maar dapper afgeven aan de schoolpoort is hier de politiek. Omwille van de korte pijn en om het virus niet nodeloos binnen te brengen met de ouders. Je wil ze zo begeleiden tot op het laatste moment, maar dat gaat niet. Je moet ze door corona nog afzetten op school.
uitputten. Anders was dat met een groot feestje op de speelplaats, maar nu is het afgeven en weg. Hè. Het is streng, hè? Ja, ja, maar moet, hè. Anders moet het weer toe en dat is niet leuk meer. Hè. Alleen de allerkleinsten mogen nog met vader en moeder binnen. De anderen dus niet, wegens corona. Daarom ook dat de leerkrachten overal mondmaskers blijven dragen, behalve als ze vooraan in de klas staan. Ik denk dat het soms beter is van een beetje strenger te zijn in het begin en achteraf kunnen te lossen dan de omgekeerde weg te moeten volgen. En ik denk dat iedereen in het team daar ook achter staat, dus zou ik niet weten waarom we die veiligheid niet kunnen inbouwen. En we kunnen de bezorgde ouders echt wel geruststellen. Geknuffeld wordt er wel om de nodige troost te bieden, zowel in de gang als op de speelplaats. Met volharding, tot uiteindelijk de glimlach doorbreekt. Op de speelplaats waren wel nog enkele kleine, maar hardnekkige concentraties van moeilijk troostbare kinderen te zien. Maar ook veel kinderen die al na enkele minuten in spel opgingen. En in de rij naar de klas was eigenlijk geen verdriet meer te zien, behalve misschien bij moeders of vaders. Ik ga blij zijn, ja. Ik ga blij zijn dat dat gepasseerd is, die eerste schooldag, ja. Kijk, morgen is het al dag 2. De eerste schooldag was droog, behalve dan die traantjes die we zagen. Maar veel zon hebben we ook niet gezien. Vannacht blijft het zwaar bewolkt in Vlaanderen. In het zuiden komen er brede opklaringen. Minima van 15 graden aan zee tot 6 graden op de Hoge Venen. Morgen is er ochtendgrijs, later komt de zon erdoor. Het wordt aangenaam zacht met maxima rond 22 graden. En zo zit hij er alweer op, die 1 september. Het was een schoolstart met iedereen terug in de klas, voltijds en met nog weinig mondmaskers. Althans, in Vlaanderen. In de Nederlandstalige scholen in Brussel moeten leerlingen wel nog mondmaskers dragen, omdat daar te weinig mensen zijn ingeënt. Dank voor het kijken. Een heel fijne woensdag nog. Doet dat goed? Ik ben trots. En nu mogen jullie mondmaskers af. De mimiek maakt heel veel duidelijk. Ik kan ingrijpen waar nodig. Wat mij betreft was het alleszins mijn allermooiste 1 september ooit. We zijn nu wel verlost onder andere van die mondmaskerplicht. De ministers die hebben gezegd dat de kinderen van het 5e en het 6e leerjaar in Brussel wel nog altijd een mondmasker moeten dragen. Het piekt een beetje op de neus en we kunnen daarin niet ademen. J'étais enseignante ici il y a 40 ans. J'ai fait mes primaires, mes maternelles ici. Et voilà, je suis très émue, simplement. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.